Best wel wat vragen hoe ik mijn ijslatte is maak. Chaos. Oh, dit is echt top. Het is echt mooi. Hij is echt perfect. Hoe meer verliefd ik ben. Zo blij. Oeh. Jammer. Dit is echt mijn favoriete ontbijt van het moment. Je doet bevroren bananen en bevroren mango stukjes in de blender. En dan krijg je dus een smoothie bowl. Daarin had ik al hennepzaad en chiazaad gedaan. En dan doe ik hier nog granola bij. Walnoten, hennepzaad, chiazaad, zonnebloempitten en kokosrasp. Oh, yum. Ik heb ook even zin om een wierookje aan te steken. Ik vind het altijd wel fijn om op een andere plek te zitten om te werken. En nu kan het natuurlijk niet echt met alle cafés die dicht zijn. Gelukkig is er een werkruimte in het appartementencomplex waar ik zit. Het is gewoon echt een hele fijne ruimte met lekker zachte stoelen. En hier zitten meestal ook mensen te werken. Vaak is er nog één iemand bijvoorbeeld aan het werken of zo. En het is wel leuk, want zo leer je ook weer nieuwe mensen kennen. Ja, ben je toch een beetje uit je huis, zeg maar. Mijn haar is echt mooi vandaag. Weet je, soms moet je ook gewoon jezelf compliment geven. Zo curly. I like it. Ik ga eventjes een werkbreak houden en dat ga ik doen door naar het park te gaan. Ik zit echt al 3 dagen thuis. Ik ben nog helemaal niet naar buiten geweest. Ja, om de vuilnis buiten te zetten. Nou, super. Ik twijfel alleen wat voor jas ik hier aan moet doen. Ik vind het een lastige. Als we helemaal voor de vintage vibe gaan. Ik denk dat ik deze jas erop ga doen. Ik had net dus een lange jas aan en het leek echt alsof ik een pyjama broek aan had. Dus dat is niet echt de bedoeling. Er vroeg trouwens een aantal mensen waar mijn lipstift vandaan was in de vorige vlog. En deze is van MAC en het is Velvet Teddy. Dus dit heb ik echt altijd op. Ik kan ook nog deze jas aan doen. Ook een leren jas. Maar dan dus wat langer. Misschien ga ik toch voor deze, want deze zit wat comfortabeler. Hallo! Oh, ik ben zo blij! Oh! Kom je mee? Oh, yummy, yummy. Kijk, eens kijken. Zit ze weer, hoor. Dit is letterlijk een flashback van vorige week. Was het leuk? Vond je het leuk? Was geslaagd, hè? Zo'n slome dag vandaag. Allereerst koffie. Het is echt zo mooi weer. De zon schijnt. Het is echt perfecte herfstdag. Ik weet niet of ik nog... Maar ik ga voornamelijk werken aan de producten die ik wil uitbrengen voor Your Inner Glow. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik krijg altijd best wel wat vragen hoe ik mijn ijslatte's maak. En het is echt zo makkelijk. Je hebt wel een espresso machine nodig. Deze is echt top. Ik zal het linkje hiervan ook even in de beschrijving zetten. En ik heb deze gemalen bonen van de Coffee Company. De Coffee Company is echt een van mijn favorieten. Dan doe je het zo erin. Pak je je koffie. Dan doe ik wat ijsklontjes erin. En ik heb nog havermelk die ik moet opmaken. Dus die doe ik er ook in. Had ziek idee. Dan pak ik een rietje. En dan heb je je perfecte ijslatte. En ja, ik drink ook ijslattes en ijsmatcha lattes in de winter. I'm obsessed. Dus. Soms
heb je toch echt van die dagen dat je zo in een flow zit. Gewoon vet productief. Hartstikke idee. Ik ben echt met een aantal hele leuke dingen bezig. En dat kan ik nog niet vertellen. Maar er komen echt heel erg leuke dingen aan. Ik had dus echt vet veel zin om bruine boterhammen te kopen. En te eten met chocoladepasta. Soms heb je gewoon van die cravings. Wat is iets bij jullie dat je echt zo ontzettend lekker vindt? Dat je dat echt op elk moment van de dag kan eten. Ik kan echt een boterham met boter en hagelslag of chocopasta op elk moment van de dag eten. Het is echt zo. Ieder zijn ding, hè? Ieder zijn ding. Kijk, ik heb dit kaartje gekregen van Jasna. Echt heel lief. Om gewoon een soort van verrassingskaart te krijgen met vet lieve tekst en... Tuli. Ik vind echt dat we meer kaartjes moeten sturen met z'n allen. Als er zoiets als het is gelukt, bijvoorbeeld met halen van mijn examen. Ja, om dan kaartjes te sturen. En het is ook echt zo leuk om te ontvangen. Wij gaan lekker even koffie halen bij The Usual. Dankjewel. En een cappuccino met hazelnoot sirup. Yay. Happy me. Hallo. Kijk hier. Jongens, wij zijn heel even bij een kringloop. Ik reed hier laatst langs. En Jas en ik gaan nu naar binnen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Let's go. Jas, nou is iemand daarachter. Ik weet niet waar ze is. Het is een beetje chaos. Oh, heel nice. 5 euro, wow. David Jones. Ik vind het wel echt heel mooi. Het staat heel classy. Oeh, ze hebben leren jassen. Kijk. Dit is zo'n... deze tas staat super handig. Als je niet zo'n canvas tas wil. En een beetje een lookje. En toch veel erin. Ja. En de binnenkant ziet er ook mooi uit. Oh, is hij kapot? Ja, zou ik ook naaien. Als ik jou was. Ik kan niet naaien. Ik kan naaien. Mijn moeder kan naaien. Ja, dat is waar. Neem je hem dan mee? Ja, is goed. Maar dit kan dus niet voor 5 euro verkopen, vind ik. Want het is helemaal kapot. Dat is waar. Jasna. Do you see that? Een L. Wauw. Dat is echt mooi. Echt nice uit deze. Zwaar, hoor. Ja, dat is als het echt leer is. Maar ik had dus een jas gevonden... In Gouda. Ja? Die was 60 euro. Ja. Meen je niet? Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel die jassen hier wat zijn. Wat een beetje statisch. Deze is 2 euro. 80. Dat was echt van... Oh, hier ook een prijs. 59. Dit is een beetje de winkel. Ik zal het linkje zo hieronder in de beschrijving zetten. Een beetje over de kleur. Wat is dit voor kleur? Ik ben niet uit over de kleur. Het is wel echt een lekkere warme jas. Dit is dus een grijze blazer. Dus dit is een soort van bruin
Met grijs of zo. Zo mooi. Oh. Oh, dit is echt cool. Maar ik weet niet of het iets is. Hoe langer ik naar deze jas kijk, hoe meer verliefd ik ben. Echt zo cool. Oké, ik heb toch nog deze jas nog even aangedaan. Die fit is zo nice. En hij is heel lekker warm. But, ik weet dus niet welke kleur dit is. Dus ik weet het nog steeds niet. Hij is echt super maar is wel, mooi. Als je kleur echt niet mooi vindt, dan... Ja, maar dat weet ik dus niet, want hier vind ik het wel mooi. Maar buiten. Deze jas is trouwens 10 euro, deze leren jas. Wat is dat, grease? Grease? Wil je nog fondue? Kijk, zo'n mini-koelkastje. Oh, cute. Ja. Met uw aankoop geven wij duizenden kinderen. Ze eten, wow, oké. Ik zie net van die canvasdoeken. Ja. En die jas die schildert, heel nice. En kijk, ze hebben helemaal verpakt nog. Ik ben benieuwd hoeveel het kost. Nee, oh. Nou, op zich wel een grote winkel. Oh, nice, die lijsten. Dat is van kast. Oh. Oké, never mind. Never mind. Dat is echt wel. Oh, mijn god, Juana, why? Jongens, kijk hoe mooi. Voor 10 euro. Oh, I'm in love. En Jasna heeft dit voor 2 euro. Nou, ja. Top. Echt top. Top, mensen, top. Mm-hmm.